Welkom in TechMag. We kennen Mark Verhandst vooral van de cijfers over het coronavirus, maar hoe heeft hij de afgelopen maanden nu op persoonlijk vlak beleefd? Waarom vergelijkt hij het virus met in de file staan? Hoe kijkt hij naar de toekomst? En wat is nu zijn echte grootste angst? Ik volg het hem allemaal en je bekijkt het of beluistert het in een nieuwe aflevering van TechMag. Veel plezier. Mark, welkom. Vertel eens, hoe heb je de afgelopen maanden beleefd? En dan vooral op persoonlijk vlak eigenlijk. Bizar, ja. Op een bepaald moment. Intens natuurlijk, veel werk. Dus druk. Ja, je slaapt ook weinig, hè? Las ik. Ja, waarschijnlijk ongezond weinig. Nochtans, ik ben een enorme fan van slapen. Hè. Ik slaap graag. Maar je immuunsysteem daalt ook door weinig te slapen. Ja, dat zal ook wel. Maar ja, ik ben ook niet ziek geweest. Dus nee. Was je zelf bang voor dat virus om het te krijgen? Ik moet zeggen, eerlijk gezegd, nee, niet zo echt. Nee. Wanneer je het krijgt, ja, dan moet je dan mee kunnen omgaan. Maar je moet voorzorgsmaatregelen, heb ik ook altijd wel gedaan. Ja. Maar buiten die maatregelen helpt bang zijn niet bijzonder veel. Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. We gaan ook terug omhoog qua besmettingen. Ik weet dat het misschien te vroeg is om een voorspelling te doen, maar waar denk je dat dit naartoe zal gaan en vooral waar is dat aan te wijten? Wel, te wijten, dat is heel eenvoudig. Dat is te wijten aan u en ik en vele anderen. Ja, dat zei je, het is de schuld van ons allemaal. Wel, nu, het is, wij zijn dat gewoon allemaal, een epidemie. Dat is zoals in de file, hè. In de file zitten, dan kan je kankeren op de file, maar je bent dan op dat moment ook wel de file. Ja. Dus dat is hetzelfde met een epidemie. Onze gedragingen bepalen of dat virus wordt overgedragen of niet. En wanneer we natuurlijk meer doen en meer mensen kunnen zien en dan ook in werkelijkheid zien, ja, dan heeft dat virus gewoon meer kansen om zich over te zetten. En dan begint zo'n epidemie terug zuurstof te krijgen, alsof het nog altijd heel laag. Ja. Maar wanneer dat stilletjes stijgt, dat is gevaarlijk, want dan word je zo'n beetje in slaapgewicht. Ja. En dat is niet goed. Ja, en waarschijnlijk ook het vakantie-effect. Gaan we dat ook niet zien? Wel, ik denk dat we dat binnen een paar weken of binnen een dikke week zullen zien. Hè. De traditionele vakantie die begint begin juli, 14 dagen weg en dan terug. Ja. Dus die mensen moeten nog terugkomen, hier dan ziek worden. Zo ziek worden dat ze een staal gaan laten afnemen. Daar moeten we nog een dikke week op wachten, denk ik, voor dat effect te zien. Het is bijna absurd dat België ook geen beleid in plaats had voor mensen die terugkeren. Je krijgt dat niet altijd uitgelegd. Hè. Wanneer mensen vertrekken, dan komen die heus ook wel terug. Hè. Ja. Zo werkt dat wel. Ja. Zo. En hoe heb je dat... je hebt echt wel heel veel mensen... waaronder mezelf, vinden jou een leidinggevend viroloog en volgen jou op de voet. Maar je hebt ook een storm van kritiek gehad. Hoe ga je daarmee om? Je moet dat voorspellen. Wanneer dingen gebeuren en ik heb die voorspeld, dan geeft mij dat geen slecht gevoel. Ja. Dan geeft dat gevoel van, oké, ik heb hier controle over die situatie. Dat mensen echt beginnen te bashen en persoonlijk... Ja, maar dat is dus normaal. Vanaf het moment dat je iets doet, gelijk wat, dan ga je altijd kritiek krijgen. En vanaf een bepaald moment, dan ga je hoogstens nog de keuze hebben om te kiezen van welke kant de kritiek zou komen. Maar kritiek komt er toch altijd. Ja, heb je het gevoel dat, niet soms dat je zo de zondebok... Oh, dat interesseert mij niet. Nee. Mij interesseert van, wat kunnen we doen om de gezondheid van zoveel mogelijk mensen te gaan bevorderen? That's it. Ja. En dan, maar toch vond je ook wel de energie om op Twitter die belachelijke verwijten of die uitspraken ook wel te beantwoorden. En beantwoorden. Ja. Dat kost niet veel energie. En soms zou niet antwoorden meer energie kosten dan wel te antwoorden. Dus En pas op, ik negeer 99%. Ik vraag me toch af hoe dat je dat doet, want ik vind het grappig dat we dat dan ook meteen gemeen hebben. Maar een tijdje geleden werd ik dus geshamed door Dries van Langenhoven op Twitter. En ik kreeg daar verwensingen van mensen die ik niet kende. En dat ik dacht van, mijn god, en mijn vriendin had zoiets van... Ja, maar waarom reageert je daarop? Als je daarmee praat of als je daar een enige interactie mee hebt gehad, dan weet je dat je gaat terugkrijgen. Maar ik nam dat, ook al wist ik van wie het kwam, ik was echt op een gegeven moment bang van die bedreigingen. En ik vraag me dan af, hoe laat je dat dan van je afgeleiden? Gewoon een heel dik vel en dat kweek je na een tijd wel. Ja. En je weet dat die gaan komen, dus dat...
Heb je soms niet het gevoel ook, zeker op Twitter, dat het alles rond dit virus en beslissingen van de overheid, reacties van de maatschappij, dat zo echt vervalt in een links-rechts riedeltje? En dat is spijtig, en dat zie je in andere landen ook. De Verenigde Staten is daar een voorbeeld van. Dat is waar. Ja, wanneer je kijkt naar wie gelooft er in de maatregelen, dat zijn dan de Democraten. Ja. Wie wil er geen mondmasker dragen, dat zijn dan de Republikeinen. En dan, dat stemt je niet vrolijk. Hè. En dat zie je hier dan ook, die links-rechts tegenstelling. En dat is bepaald dom. Tot en met mensen die zeggen van, ja, maar je bent een linkse viroloog, waarom zou ik naar u luisteren? Oké. Ja. Dat is niet bepaald slim van die attitude dan te hebben. Ja, wat vind je dat... Zeker als je zo met dat virus dan constant bezig bent, je volgt dat ook op de voet. Het is ook inderdaad niet om vrolijk van te worden. Hoe zorg je daar toch voor dat je daar dan... Dat je jezelf niet, dat je niet overweldigd wordt door angst? Dingen te lezen. Kennis helpt daar wel. En het zijn ook wel spannende tijden in de zin dat... 's morgens en 's avonds, wanneer ik de wetenschappelijke artikels doorneem, dat er gebeurt ook zoveel. Ja. Dus je hebt eigenlijk weinig tijd om... Maar nieuws, lees je dat echt? Ja. Want jij bent vaak het nieuws, hè? Ik ben gewoon nieuwsjunkie. Oei. Dat is echt bewezen dat dat een verslavend effect heeft. En... Zonder meer, dat weet ik heel goed. Ja. Ja. Word je daar dan nooit soms slachtoffer van? Ik word er niet, of zelden kregelig van of zo, dan dat wel, dan niet. En heb je nooit het gevoel gehad dat bang voor bedreigingen, ook in jouw familiesfeer en mensen die dan echt wel met dingen beginnen te gooien op Twitter, dat je denkt van, wow, dit is wel serieus, dat moment moet er toch ook wel geweest zijn? Wel, dat is er ook. En men weet ook dat er bepaalde bedreigingen zijn geweest. Om het uur komt de politie ook langs. Dus dat is de prijs die je dan betaalt ervoor. Ja. Hoe gaat jouw gezin daarmee om? Maar die zijn er oké mee. Enfin, die zijn dat ook gewoon. Ja. Is dat echt van die politiebescherming, is dat echt sinds de uitbraak? Dat is sinds 3 weken geleden. Ja. Amai, ja. Toen waren er een paar blijkbaar tastbare plannen of dingen waar de politie van op de hoogte was. En dan hebben ze gevraagd van, oké, hier is een nummer om ons te bellen. Wilt je dat er een auto op de voorhof staat? Dan heb ik gezegd van nee. Dan zeggen van, oké, maar dan komen we elk uur in de buurt rondrijden. Ja. Ja, ben je daar dan niet bang van? Want je bent daar zo heel kalm. Maar ik weet dat ik in een grote paniek zou zijn en dat ik nachtmerries zou hebben en dat ik... Ik volg extreem rechts al 30 jaar. Dus het komt echt wel uit die hoek jaar. Vooral? Ja, dat kwam uit die hoek. Of dat komt uit die hoek. En ik weet ook dat veel geblaad en weinig wol is. Ja. Dus ja. Dus schrik heb je... Nee. Is er iets waar je wel schrik van hebt? Of wat zou je zeggen als ik jou nu vraag, van wat is jouw grootste angst? Dementie. Echt? Bijvoorbeeld. Ja. En waarom? Ja, gewoon niet meer jezelf zijn en mensen niet meer herkennen of niet meer kunnen lezen. Gevolgd door blindheid. Ja. Dat dingen zien, man, er zijn zoveel mooie dingen te zien. Ja. Kunst, mensen natuurlijk, die dingen. Ja, ja, en dat wou ik ook vragen, hè. Het coronavirus heeft een nieuw onderzoek, allee, ondertussen zal dat waarschijnlijk zo nieuw niet meer zijn, brengt ook aan het licht dat de hersenen, neurologische aantastingen, dat ook neurologisch wordt aangetast. Zijn er bepaalde wetenschappelijke dingen die je hebt gelezen waar je zegt van, wow, holy shit. Nee, omdat dat bij andere virussen ook zo is. Ja. Dus men herontdekt eigenlijk een aantal zaken die men bij andere virussen ook wel kende. Dus die hersenaantastingen of bepaalde neurologische aandoeningen, ja, die vind je zeldzaam bij griep ook wel. Ja. En bij andere virussen ook trouwens. En dat herontdekt men dan telkens en telkens is er dan een andere groep daar verbaasd over, maar dat bestond eigenlijk. Allee, dat was al gekend voor andere virussen. Dus het is niet alsof dit van een ongeziene aard is, dit virus? Nee. Nee. Nee, we weten behoorlijk veel over coronavirussen en veel ook niet. Dit is een heel overdraagbaar virus en ook met een dodelijkheid die duidelijk veel groter is dan griep. Maar dit zit niet in de Spaanse griep. Ja. Toestanden bijvoorbeeld. Dat was 20 tot 50 miljoen doden. Daar
Ja, dan staan we nog ver, ver af. Hè? Ja, maar er werd wel al gezegd dat er nog een ergere variant in Kazachstan. En wat was het allemaal? Ja, je hebt altijd Indianenverhalen. Ja. En, en meestal gaat het dan over ergere varianten. En, ja, ja. En die dingen. Of een nog erger virus wat op zou duiken. Dat is dus wat nieuws met u doet, hè, Mark. Ja, wel. Maar dat kan je dan wel kaderen. En denk je van, oké, dit is gewoon dit virus. Geen nieuw virus, ook geen ergere variant. Ja. In het begin van een epidemie, en dat herhaalt zich in elk land, dan krijg je altijd apenverhalen. Dus ja. De eerste stories, die kan je nooit geloven. Die zijn meestal overdreven. En dat herhaalt zich in elk land. Dus ja. Ik had wel het gevoel dat, en dat heb je zelf ook gezegd, als ik me niet vergis, dat er heel veel ongekende variabelen in dit verhaal waren. En dat mensen dan, om een of andere reden, blijf je het verwijt krijgen van je noemde dit maar een gripje, Mark. Echt waar, waar vind je dat ik ooit het woord griepje zou gezegd hebben? Dat is nu iets wat ik in mijn lessen virologie zelf zeg. Een griepje, ja. Dat bestaat een niet. De gewone griep is ook... De gewone griep is alleen een hoofdletter G. Dus dat doet elk jaar 250.000, 500, 650.000 mensen. Dat is wel voldoende. Hè? Dus dat gaat, geen enkele viroloog gaat dit een griepje noemen. Ja. Dus dat is een verhaaltje wat wordt geperpetueerd. Ja, bon, daar moet je dan ook maar mee leven, zeker. Ja, ook dat olifantenvel. Ja, dat is weinig aan te doen. Ja, toen dat in, denk ik, na de krokusvakantie mensen terugkwamen van Italië en ineens kwamen er 10 besmettingen en ik zei thuis tegen mijn vriendin, het is om zeep. Binnenkort zijn er duizenden. En ik zei dat ook tegen een klant, want wij zijn allebei zelfstandig en die lachte mij eigenlijk recht in mijn gezicht uit. Mijn vriendin ook zo van, allee, wat zeg je nu? Hoe komt dat zoveel mensen... het bleven beschouwen als een ver van mijn bed show? Ik denk dat iedereen daar instinctief dat wil denken op dat moment. Omdat het alternatief verschrikkelijk is. Hè. Dus dan weet je dat er enge dingen aankomen. En vele mensen willen dat dan niet onder ogen zien. Dat is niet makkelijk. Ook omdat dat bij politici erdoor te krijgen, dat is ook niet zo simpel om te doen. Het zijn ook maar mensen. Dus dat... dat vergt dan wat overredingskracht. En dan, vanaf dat moment dan ben ik dat een pandemie beginnen noemen. Ja. Omdat er te weinig aandacht... De sense of urgency was er niet. En op dat moment was het ook een pandemie, dus ik had wel degelijk gelijk. En daar kreeg je ook van het politieke hoek kritiek op, hè? Ja, maar dat deerde mij niet, omdat ik wist wat ik wou doen daar. Dat was een week in die krokusvakantie dat je een goede kans maakt om... wanneer je dat tot het onderwerp van die week kan maken, dan heb je een ganse week dat onderwerp. Dus tijdens een krokusvakantie, dan werkt men met een kleinere equipe op kranten, op nieuwssites. En dan vernauwt het nieuws zich tot één of een paar onderwerpen. En dan is dat echt corona, corona, corona geworden. Omdat je heel goed weet, en dat besefte ik toen goed, dat wanneer je dat niet doet... een week later of 10 dagen later, dan staan al die journalisten voor hun ziekenhuis te babbelen over wat er daar gebeurt. En dan kan je al die informatie over handen wassen, geen handen geven, al die dingen, kan je niet meer geven. Dus dat moest, op die manier moest er op dat moment virologie en epidemiologie worden gedoseerd om dat er overal in te krijgen. En 10 dagen later gaven we geen handen meer. Hè? Dus ja. Dat is een van de dingen die mij verbaasd heeft. Hoe vlug we dat hebben kunnen afleren. Ja, en jij zegt van de handdruk, ik zie dat ook wel verdwijnen. Wel, dat gaat niet eenvoudig zijn om terug te komen. Omdat een geslaagde handdruk, dat vergt dat je één hand hebt die naar de andere toe gaat en dat er een andere hand ook in die richting gaat. Maar je gaat niet meer zeker zijn, zeker in het begin, dat er een andere hand gaat terugkomen. Dus je gaat een hand willen geven, er komt geen hand terug... Dat gaat awkward zijn, dat gaat gewoon raar zijn. Ik heb zelfs als ik naar een tv-programma kijk... Ja, maar echt bizar, dat ik denk, ja. Dat ik denk van, die moeten afstand houden. Die ja, dat is gek, hè. Wat zijn wij geworden? Ja. En ook toen wij vanuit Amerika terug naar huis vlogen, er was een vrouw aan het hoesten zonder haar hand of elleboog voor haar mond te houden. En ik was echt in alle staten. Je hoort dat ook nu veel beter wanneer iemand hoest. Ja. En pas op, hè, een paar maanden geleden was dat nog erger, vond ik. Dan waren we dan nog meer op getuned echt. En dan hoorde je dat echt, dat viel op. Vind je dat er van hogerop genoeg inspanningen zijn geweest om de psychologische schade van de lockdown enzovoort te beperken? Dat is moeilijk, hè, want
ja, die lockdown was allemaal nodig, gelijk wat. En de meeste mensen gaan daar rationeel mee om. Vind je dat? Maar ja, echt wel. Of toen toch. Ja. En in algemeen moet je zeggen dat onze bevolking dat zeer goed heeft gedaan. Dat is wel waar. Ja. Maar je hebt bepaalde groepen mensen, bijvoorbeeld mensen die hypersensitief zijn. Dat is een kwelling, hè? Ja, ik heb autisme, ja, en ik ben daar heel slecht mee omgegaan. Autisme, want dat komt, alles komt direct binnen en dat is niet goed. Mensen met smetangst, dat is de derde categorie. Dat waren hoogdagen voor hen. Ja, ja. Want kijk een keer, ik heb gelijk, het is toch handen wassen, continu. Maar die gingen met deze situatie en gaan met deze situatie op een heel andere manier om. En dat is heel moeilijk om op die moment daar rekening mee te houden. Dus dat, ja, dat heeft gevolgen gehad, duidelijk. Ja, en bij jezelf heb je dat niet ervaren, of in je directe omgeving ook niet, die psychologische gevolgen? Nee, maar wanneer je daarmee bezig bent, dan besef je dat wel. En je krijgt natuurlijk wel reacties, en e-mails en op sociale media. En dan merk je van, oh ja, oké, dit komt bij deze mensen op een heel andere manier binnen, of met een intensiteit die je liever niet zou willen, maar die ook niet te vermijden is. Want ja, je moet het bij die andere mensen ook wel binnenkrijgen, hè, door een zesduim schedel. Dus dat, dat is niet simpel. Is daar genoeg aandacht aan de mensen, die daar kwetsbare groepen, is daar genoeg aandacht aan? Zeer waarschijnlijk niet. Hè. De vraag stellen is te beantwoorden daar. Zelfs in normale tijden, dan hebben we voor geestelijke gezondheidszorg compleet onvoldoende aandacht. Ja, hoe komt dus, dat? Zouden maar economische belangen te veel voorop staan? Geen idee, want het is wel duidelijk dat er iets aan moet gebeuren. Ja. Dat, om daar wachtlijsten te gaan hebben en echt mensen die nergens terecht kunnen, dat kan je in een welvarende maatschappij je eigenlijk compleet niet permitteren, moreel gezien, om dat te hebben. Ja, ik ben mezelf, ik moet eerlijk toegeven, wij woonden tot voor kort in Brussel op een klein appartement met goed als geen aparte ruimte. Dus wij woonden echt op een kleine oppervlakte samen. En ik moet zeggen dat ik mezelf daar echt ben tegengekomen op heel veel vlakken ook. Ik was eindelijk gestopt met zoveel de auto te nemen. Ik deed dingen te voet, met de fiets, al die deelfietsen. En ineens wou ik dat niet meer. Ineens was ik bang van, oké, ik moet eigenlijk kiezen tussen bijna milieubelangen, klimaat en dingen en uw gezondheid. Ja, dat was moeilijk voor een heel aantal mensen. Ja. Bijvoorbeeld openbaar vervoer en met de auto. Op een bepaald moment werd gezegd van, ja, wanneer je kan, neem niet het openbaar vervoer, zodat er dan niet ongelooflijk veel mensen samen zitten. Maar voor het milieu zou je dat eigenlijk wel willen nemen. En dan gingen we dan toch maar met de auto gaan. Dus dat waren een aantal dingen die belangrijk zijn voor ons, die met elkaar in conflict kwamen. Ja. Hoe ben je daar zelf mee omgegaan eigenlijk? Je bent hier nu met de taxi. Wel, ik heb geen auto. Ja. Mijn normale dag, als ik gewoon aan het werk ga, is met de trein en de bus. Ja. Nu heb ik het geluk van de chauffeur van de rector te hebben. Al een hele tijd. Ja. Is dat ook vanuit veiligheidsoverwegingen dan? Of ik val gewoon in slaap. Hè. Ah, ja. Ik kom bij elke rit. Ik ben niet de meest aangename passagier waarschijnlijk. Maar dat anders niet gelukt. Echt niet. Nee. En Hoe kijk je nu naar de regering? Hebben zij bepaalde dingen waar je zegt van, daar hebben ze echt wel grote missers, grondig de bal misgeslaan? En dan heb ik het over kleine dingen, zoals een PowerPoint, waar heel veel kritiek op kwam, maar ook over... Die PowerPoints, dat is een detail, dat is een... Maar toch gaan mensen zich daarop focussen dan, hè? Dat is normaal, en dat was ook een beetje... Er werden heel geestige dingen over gedaan ook en gezegd. Hè. Dus dat was... Ja, men lachte daarmee. En, dat was niet het meest professionele wat je zou kunnen indenken qua PowerPoint. Dat is waar. Maar de pijnpunten die worden blootgelegd... bij een crisis, dan worden dat gapende wonden. Hè. Ja. En dus vaak gaat het over fouten of verkeerde keuzes die men 10, 20, 30 jaar geleden heeft gemaakt. Men heeft nooit geïnvesteerd in preventieve gezondheidszorg qua infectieziekten op een manier die men dan in andere landen wel heeft gedaan. Nee. Men heeft nooit, en dat diagnostiek toe, hier in ons land geïnvesteerd in de moderne moleculaire technieken. In andere landen wel, ja. Dan kan... Waar heb je het dan? Om die testing te doen. Ja. Dan heb je moleculaire testen nodig die het genetisch materiaal van het virus kunnen detecteren. Dat is de test om dat te doen.
Alle grote laboratoria hebben dat, dat is geen probleem. Maar de kleine laboratoria hebben daar nooit in geïnvesteerd. Gewoon omdat er was vaak geen terugbetaling voor. Dus dat doe je dan en dan maak je verlies. Ja, commerciële labs gaan zich dat niet willen permitteren en de kleine laboratoria gaan dat ook niet doen. In Duitsland, daar worden die testen 2 à 3 keer beter terugbetaald. Ja. En meer laboratoria doen die. Ja, natuurlijk, wanneer je een crisis tegenkomt, dan heb je meer laboratoria die testen kunnen doen van in het begin. En dan start je op een gemakkelijkere positie. Maar dat zijn allemaal geen dingen die deze ministers van Volksgezondheid hebben nagelaten van te doen. Dat gaat over vele van hun voorgangers ook. En daar is weinig in geïnvesteerd. Wanneer we problemen hebben in de woonzorgcentra, dan is dat... Ja, dat is echt wel geëscaleerd, hè? Wel, ja, maar dat is ook omdat we mensen daar in de woonzorgcentra steken die zitten wachten op hun dood, hè? Ja. Dus die mensen hebben een redelijk aangenaam leven in serviceflats en we kunnen meer mensen langdurig gezond houden, maar goed. En op een bepaald moment, dan, als dat niet meer gaat, dan worden die verwijderd uit de maatschappij. En dan wordt dat uitbesteed aan vaak privéfirma's om die nog gemiddeld 1,5 jaar in leven te houden. Ja. Dat is het. En uit zo'n woonzorgcentrum, daar kom je enkel uit tussen 6 plankjes. Ja? Dus, en die hebben geen fijn leven daar vaak. Nee. En dat hebben we als maatschappij gewoon toegelaten. Vroeger dan mijn grootouders, die woonden bij ons thuis. Eén. En dat was vroeger normaal. En nu is dat moeilijk geworden, willen we dat op een of andere manier niet meer. En dan besteden we dat uit. Is dat de mentaliteit die het over het algemeen heerst? Van het wordt te moeilijk, dus uitbesteden. Wel, dat is blijkbaar wat er gebeurt. Ja. Ja? Woonzorgcentra zijn een verdienmodel geworden. Privéfirma's investeren in bejaardentehuizen, omdat er gegarandeerd altijd een markt voor is. Al die kamers lagen altijd vol. En je kan daar een heel behoorlijke prijs voor vragen. Ja. En er wordt dus winst gemaakt. Er wordt winst gemaakt op de laatste 1,5 jaar van onze medeburgers. Nee, onze voorouders. Ja. Wel, dat moeten we als maatschappij ook onder ogen durven zien. Is er te veel kapitalisme mee gemoeid in onze maatschappij? Wel, kapitalisme zal ook wel goede zaken hebben. Hè. Je hebt financiële incentives nodig om dingen te laten gebeuren. Maar ouderenzorg een verdienmodel laten worden en winst daarop maken en soms, wat mij betreft, een behoorlijk grote winst, zodanig dat er echt moet afgewogen worden hoeveel gram eten iemand kan krijgen. De pamper die maar half vol is met urine, die mag aanblijven, zo van die dingen. Dan denk je, nee, dat is niet goed. Ja. Maar door te denken, nee, dat is niet goed, gaat er niks veranderen. Dus dat vergt een beetje een mentaliteitsverandering van iedereen. Jij pleit voor meer menselijkheid op dat vlak. Absoluut. Hè. En, ja. En al die mensen, dat moet ik altijd erbij zeggen, want dat lijkt heel respectloos naar die sector toe. En dat is niet zo. Die mensen die in die sector werken, dat zijn allemaal engelen, echt waar. Maar die zouden ook veel liever wat meer tijd hebben om een keer een babbeltje te kunnen doen. Nu hebben die net tijd, hè, om te zeggen, dag mevrouw of dag Marieke, heb je eens uw eten? En een half uur later is dat eten weer weg. Maar dat is ook uit angst om zelf... Maar niet, het gaat zelfs niet over COVID-19 hier, dat was daarvoor ook al. Wat een tijd om bij iemand te gaan neerzitten en te zeggen, hoe is het? Dat is daar niet. Doe jij dat vaak? Dat is daar niet. Met iemand de tijd nemen om... Wel. Waar mogelijk? Bij vrienden. Ja, bij vrienden wel, natuurlijk wel. Ja. Dat zijn de aangename momenten in het leven. Maar dit zijn we een beetje vergeten bij de ouderenzorg. Ja. En niet alleen bij de ouderen. Hè. Zeker als er psychologisch gezien niet het vangnet... Die kost niet groot genoeg. Dat zal wel. Er zijn veel mensen. Dat is ook heel duidelijk geworden in deze crisis, die gewoon eenzaam zijn. Ja. Dat die bestaan, hè. En die hebben geen fijne maanden natuurlijk meegemaakt. Dat moeilijke maanden voor heel wat mensen. Je hebt wel ook het gevoel dat de economische belangen heel fel voorop stonden. Hè. Eerst ook de winkels terug open, dan pas terug naar familieleden. Ja. Vind je dat België typeert? Nee, dat was op andere plaatsen ook zo. En voor een deel moeten we allemaal beseffen dat om bijvoorbeeld een goede gezondheidszorg te hebben, heb je ook een draaiende economie nodig. Ja. Dus dat begrijp ik ook. Bepaalde bedrijven die gingen het zeer moeilijk hebben om te overleven. Stel dat zo'n lockdown 2 keer zo lang zou duren, dan had dat tot echte slachtpartijen daar geleid. Dat doet het nu al trouwens.
Dus daar moeten we ook enig begrip voor hebben. Ja. Ja, dus ik begrijp dat ook, dat dat nodig was. En dan moet je heel moeilijke keuzes maken. Wij hadden de kinderen liever vroeg naar school. Vroeger naar school terug laten gaan. Maar dat ging dat niet, omdat de ruimte die er was, werd ingenomen door de bedrijven die terug open moesten en de winkels die terug open moesten. En dat zijn afwegingen die je dan maakt. En dat zijn moeilijke afwegingen om te maken. En dan zal er zeker vanuit de verschillende sectoren wel behoorlijk wat druk zijn geweest ook. Ja, dat was zo. Heb je soms het gevoel dat jij niet genoeg gehoor hebt gekregen bij de regering? Nee. Op sommige dingen had ik misschien wat meer moeten drukken, nog. Ja. Maar dat is ook niet simpel, omdat ik heb geen officiële functie. Dan weet je ook niet goed van met wie je moet praten. Dat is trouwens al in de beste van omstandigheden al moeilijk in België. 9 ministers van Volksgezondheid, echt. En dan hopen dat alles goed gaat. Dat is toch absurd, dat is gewoon absurd. Ja. En nu met deze crisis, dan kan je mensen tijdelijk overtuigen dat dat absurd is. Dat krijg je niet uitgelegd. Ja. Maar men moet ook inzien dat in vredestijd, wanneer je maanden kunt palaveren over een parkeerplaats, dan is dat nog zo geen probleem. Dan is het gewoon tijdverlies. Maar in een crisis, dan betaal je zoiets cash, hè, wanneer je daar geen beslissingen kunt nemen. Dat is hemeltergend. Ja. Ik durf ze bijna niet meer de vraag niet meer te stellen, want je hebt ze al ongelooflijk vaak gekregen. Maar heb je politieke ambities? Want daar dat wordt vaak ook gedacht, omdat je naast viroloog ook vaak je mening uit op Twitter, wat perfect oké is. Hè? Ja. Maar mensen gaan dat dan natuurlijk associëren met inderdaad het links-rechts verhaaltje. En ik vraag me dan af of die ergens die... Je werd dan ook gevraagd voor de PvdA, door de PvdA voor de 1 mei-viering. Je hebt dat dan ingetrokken... Wel, dat heb ik ingetrokken omdat er langs de rechtse kant feest werd gevierd. Ja. Met het feit dat ik dat zou doen. Ik heb interviews gegeven voor de blaadjes van de liberale mutualiteiten, christendemocraten. En daar maakt me dan niks van. Ja, dat is oké. Laten passeren, zeg je dan? Laten passeren. En wanneer er bepaalde geruchten zijn, dan ontken ik die meestal niet. Er is ook geen einde aan als je elk gerucht moet gaan ontkennen. Dus men doet maar. Heb ik politieke ambities op dit moment? Nee. Nee. Maar als mensen dat willen beweren, dan doen ze maar. Maar ergens zou je toch ook wel cool vinden? Cool vinden? Ik zie het in je ogen, Mark. Ja, wel. Wat zou dat bijbrengen op dit moment? Je hebt een belangrijke stem gekregen, zeker op vlak van gezondheid, wat ook wel een belangrijker thema wordt. Dat klopt. Maar ik ben ervan overtuigd dat je ook buiten politiek aan politiek kan doen. Politiek, we hebben dat gegeven aan een paar mensen die we daar heel flink voor betalen, die dan aan politiek moeten doen. Terwijl in een democratie is politiek veel te belangrijk om aan politici over te laten enkel. Ik zie niet in waarom dat we dat aan beroepspolitici zouden moeten overlaten en 1 keer om de 5 jaar een bolletje gaan kleuren en dan 5 jaar uw smoel houden. Ja. Dat is al te gemakkelijk voor iedereen. Dus dat vind ik niet oké. Er wordt toch wel nogthans heel veel gepolariseerd. En jouw stem in de politiek zou een antigif kunnen zijn op die polarisatie. Ik weet het niet. Ik denk, zonder dat je met een politieke partij geaffilieerd bent, kan je ook invloed hebben op de besluitvorming. Ja. Dat is gewoon een andere weg. Maar ik ben er niet van overtuigd dat minder zwaar doorweegt. Ja, op het moment van een stemming in een parlement ben je er niet bij. Dat klopt. Maar de nadelen, die zouden ook wel heel groot zijn. Ja, zoals? Op. Nog meer bescherming? Nee, partijtucht of zoiets. Ja. Dat is een begrip dat mij onbekend zou zijn. Het feit ook dat En er komt een kleine breuk met die abortuskwestie, waar een aantal partijen hun partijleden of hun parlementsleden de toestemming geven om volgens hun eigen geweten te stemmen. Dat is goed. Maar dat is ook zo waanzinnig dat moet gezegd worden. Ja. Dat ze mogen volgens hun geweten stemmen, maar voor alle andere stemmingen moeten ze gewoon volgen wat de partijvoorzitter zegt.
Eerlijk gezegd, dat zou ik nooit kunnen. Ja, dus dat is een stuk vrijheid dat je dan moet afstaan. Ja, dat zou niet gaan. De politiek die wij op dit moment hebben, is een particratie waar je heel dat parlement kan vervangen door een kleine tiental partijvoorzitters. Zet die daarin, geeft die zoveel stemmen, dan laat die gewoon maar doen. Dat zou hetzelfde rendement geven dan wat we voor de meeste stemmingen nu zien. Dus ik ben er niet van overtuigd dat dat een heel goed systeem is. Mensen geven hun stem aan iemand, maar eigenlijk maakt dat totaal niet meer uit. Want eenmaal die iemand gekozen is, dan is het gewoon de partij waarvoor gestemd wordt. Ja, onlangs had ik Peter de Keizer, econoom, in mijn show. En die zei van, als je het beste manier om je goed te voelen over jezelf, dat is extremist worden. Je hebt altijd gelijk, je hebt altijd het laatste woord. Ik vind het best alarmerend en ik denk dat de coronacrisis dat enkel zal versneld hebben, dat die extreme stemmen zo aan terrein winnen. Maar dan moet je afvragen, winnen de extreme stemmen aan terrein omdat die zo'n geweldig aantrekkelijke boodschap brengen? Of gewoon omdat de partijen die daartussen liggen maar zo grijs zijn geworden en eigenlijk bijna verdwenen zijn, onzichtbaar zijn, dat uiteindelijk geen kat nog geïnteresseerd is in hen? Ik denk dat we dat middenveld, dat of het stuk tussen extreem rechts en extreem links, dat we dat terug moeten opwaarderen. Maar dan moeten we natuurlijk daar wel ideeën en figuren hebben die de mensen aanspreken. Ja, en nuance krijg je natuurlijk ook niet in 280 karaktertekens. Dat klopt, maar Twitter moet ook niet overdreven worden. Twitter, dat is een bubbeltje waar politici, journalisten en opiniemakers op zitten. En uiteindelijk dan... En welke van de drie ben je? Dan blijf je... ik ben geen journalist, dat is duidelijk. Ik ben ook geen politicus, dus dan zal de derde dan zijn. Maar ik besef dan heel goed dat je voor dat bubbeltje, daar ben je aan het amuseren. Ja. De rest van de samenleving maakt het hele Twitter-gebeuren totaal niet uit. Nee, inderdaad. Dat is een heel insignificant... Het is ook een soort van echo-kamer voor je eigen overtuigingen. Ja. Het is natuurlijk ook een manier, en dat heb je heel snel door, waarbij je een bepaalde boodschap ook wel in de media kan krijgen. Ja. Ja. Twitter is een soort van persbericht geworden. Ja. Belga heeft veel minder werk sinds dat er Twitter is. Dat is niet goed, hè? Nee. Want 280 karaktertjes of een deftig, wel overwogen persbericht, dat is toch nog wel een verschil. Maar na een tijdje heb je goed door dat... dat die tweets, dat die door de journalisten worden gelezen en de dag daarna wel in de krant staan. Of aanleiding vormen tot een artikel daarover. Vind je de media te biased? Oh, media zijn wat ze zijn. Ja. Goed ontweken, Mark. Ja, wat wil je dat ik daarop zeg? Vind ik die te biased? Je moet het medialandschap kennen. Ja. En misschien zouden meer mensen zich ervan bewust moeten zijn dat de grote diversiteit aan kranten en magazines die men heeft, dat allemaal niet verschillende denkrichtingen en stromingen zijn. Dat vele eigenlijk allemaal geconcentreerd zitten in wat uiteindelijk neerkomt op een paar stromingen. En dat is best wel gevaarlijk, want die krijgen dan wel heel veel macht. Maar wanneer je de Belgische media vergelijkt met de media in het buitenland, dan hebben we hier allemaal kwaliteitskranten. Ja. Dat is wel absoluut. Dus eigenlijk moeten we ons polletjes kussen met de media die we hebben. We kunnen er veel kritiek op hebben. Maar ik zou niet willen in de UK leven en elke dag de tabloids te moeten, of de VS. Te moeten zien. Of de VS, nog erger. Fox News. Heb je zo niet afgelopen weken of maanden soms... als ik in je schoenen stond, zou ik dat toch wel hebben gehad. Soms het geloof in de mensheid of in sommige mensen toch... ergens verloren? In de mensheid, maar zeker niet. De dingen die we qua solidariteit hebben gezien de voorbije maanden, waren ook enorm. Dus geloof in de mensheid absoluut niet. Ik heb heel wat mensen gezien die superhard hebben gewerkt. Die zijn blijven werken. Ja, mensen die van verpleging, niet enkel in de ziekenhuizen, thuisverpleging, supermarkten. Een heel aantal dingen zijn blijven draaien en je hebt heel wat solidariteit in de maatschappij ook gezien. En dat is misschien ook de reactie die we nodig hebben op zo'n polarisatie. Absoluut. Dus dat was super nodig en dat was goed van te zien. En velen hebben zich daar, die meer wilden polariseren, hebben zich daar enorm in opgejaagd. Hè? Ja, geweldig. Dat vond ik geweldig. Ja, dat wel. Ja. Ja.
Dus het geloof in de mens gaat verloren? Nee, absoluut niet. Integendeel. Ja. Wanneer het er ontspant, dan brengt dat een volk ook wel samen. Ja. Ja. Dus jij voelt echt dat het communitygevoel is bij jou versterkt? Ja, zeer zeker wel. Ja. Mensen maakten meer een praatje met hun buren. Mensen hebben hun omgeving ook meer ontdekt. Zijn ook blijven buiten komen, dat is goed. Er is meer gewandeld en gefietst dan ooit tevoren. Dus er waren een aantal dingen die ook wel oké waren. Welke dingen zijn bij jou zo veranderd? Want ik kan bij mezelf bijvoorbeeld zeggen dat ik nog meer een familiemens ben geworden. Ik weet niet of dat daar veel veranderd is. En misschien stak er ook nog te dichtbij om daar veel van te merken. Ik ben vooral bezig geweest. Ja, want 's avonds is er nooit een moment dat je zegt van nu weg van Twitter, weg van mijn domein. Hoe ontspant Mark van Ranst? Ik heb bijvoorbeeld, nu heb ik mijn gsm-toestel uitgezet. Ja. Dus dan weet ik dat... Krijg je dan stress of is dat een gevoel van... Nee, stress, nee. Een gemist telefoongesprek, als het belangrijk is, dan zullen ze wel een berichtje achterlaten of terugbellen. Dus nee, daar krijg je geen stress van. Ik vind het bewonderenswaardig hoe kalm je bent. Met alles wat er gaande is, met alles dat je naar je hoofd geslingerd krijgt, met de politiebewaking en zo. Ik zou daar echt 3 valiums voor moeten nemen, denk ik. Nee, dat is ook niet nodig. Die politiebewaking, dat zijn politiemensen die daar inspanning moeten voor doen. Ik niet, hè. Dus nee, dat... Ja, maar je bent heel veerkrachtig, volgens mij. Ik weet het niet. Dat, Is het ook een moment geweest voor jou van reflectie? Ja, toch wel, ja. Dat dan weer wel. En wat kwam daar dan zo uit voort? Wel, en misschien is dat wat je met de vorige vraag bedoelde. Er zijn bepaalde dingen, die hobby's mis ik bijvoorbeeld. Ja. En dan merk ik dat dingen die belangrijk zijn. Mijn ouders, ik had die een paar maanden niet gezien. Dat is niet aangenaam, dat is niet plezant. Nee. Dus oké, ik snap beter wat je bedoelt met die vorige vraag. Dus ja, dat besef, dat is er misschien meer wel. Welke hobby's heb je dan? Oh, ik heb saaie hobby's. Ik ook, dus echt? Go ahead. Nee, je kunt niet saaier dan ik. Dat is onmogelijk. Postzegels verzamelen. Ja. En ik ben dan de autist. Oké. Dat postzegels verzamelen, maar op postzegelbeurzen ben ik vaak de jongste. Ja. Dat is geweldig, hè? Ja. Dat komt dan ergens anders tegen. Maar dat kan je toch perfect doen in coronatijden, postzegels verzamelen? Oh, maar daar was gewoon geen tijd voor. En trouwens, bij mij is dat gebonden met de winter, op een of andere manier. Ja. Ja. En welke hobby's dan nog, naast postzegels verzamelen? Ik verzamel oude boeken. Ja. Oude microbiologieboeken, oude kunstboeken ook. En ik kan me volledig smijten in het zoeken naar daar. Ik ben de pathologische verzamelaar. Ah, ja, wel, dus dat ging me het zoeken naar, dat... Van waar komt die drang? Geen enkel idee. Geen enkel idee. Ja. Ook altijd geweest, hoor. Dus. Het feit dat je zo rationeel bent en zo kalm, heeft dat te maken met jouw achtergrond? De man van de wetenschap, die weet dat de wetenschap altijd gelijk heeft, of bij het rechte eind heeft? Ik was een heel... kregelijke, opvliegende tiener. Wauw, dat kan ik echt niet verzoenen met de man die voor mij zit. Dat kun je niet indenken. En tijdens de jaren aan de Univ is dat compleet veranderd. Wat heeft daarvoor? Hoe komt dat? Geen idee. Maar goed, hoor. Je hebt lang gepuberd, dat, eigenlijk. Ja, lastig. Ja, echt. En welke boeken ben je dan nu nog aan het verzamelen? Als je daar dan überhaupt tijd voor hebt? Ik verzamel ook strips. Ja. Dat is een soort van nostalgie naar mijn jeugd. Ben jij eerder de Kiekeboeman of de Suske en Wiske? Suske en Wiske, zonder meer. Suske en Wiske, Nero, Jommeke. Maar de nieuwe zijn zo lelijk getekend. Maar ik verzamel ook de ouderen. Oké, ik echt, ook. Hè? Allee, dus... hoe ver dat mijn versie, mijn interpretatie van oude boeken... die kan nog wel wat verschillen. Ja. En dan... kunst en kunstboeken, vaak kunst in de range die financieel bereikbaar is. Hè. Ja. Dus grafiek en zeefdrukken en lito's, etsen, die dingen die zijn, die kan je vinden. Ook van hele grote kunstenaars, en dat is best betaalbaar. En dat vind ik aangenaam om naar te kijken en leuk om te verzamelen. Dus jouw woning is quasi een museum?
Of moet ik het niet zo interpreteren? Goh. Wel, op den duur dan hangt alles vol en begin je dingen in mappen te verzamelen. Ja. Dus in dat stadium. Op een bepaald moment kom je daar. Dan, ben je zelf ook creatief of artistiek aangelegd? In het diepste, binnenste, denk ik dat. Maar het is ook beter dat dat daar blijft. Ja. Nee, niet speciaal. Ik kan me enorm smijten een periode in fotografie. Ja. En dan probeer ik wat dingen te maken. En dan vind ik dat zelf schoon. Maar het is goed dat daar ja. blijft. Dan daar. Ja, is het de manier waarop je soms zo graag tegen schenen schopt als het nodig is, komt dat ook terug in de jouw fascinatie of appreciatie voor bepaalde soorten kunst of boeken? Dat weet ik niet. Ik vind de periode midden van de jaren 40, jaren 50 en 60, begin jaren 70, dat is de periode die ik heel mooi vind. En waarom? Misschien, dat weet ik eigenlijk niet. Oh, voor een wetenschapper heb je toch weinig verklaringen, Mark. Ja, dat is goed, hè. Ik zoek ook niet achter alles een verklaring. Nee. Sommige dingen zijn gewoon zo. En kunnen waarschijnlijk ook wel verklaard worden. Ze zijn ook deel van een groeiproces. Dat is bijna filosofisch. Ja, vroeger vond ik klassieke schilderijen zeer mooi. Ja. En dan dacht ik van abstracte kunst, van oh, iedereen kan dat. Ja. En dan groei je erin. En nu vind ik de dingen zoals Miro Chagall, de Cobra, nog wat later dan die beweging, vind ik dat heel mooi. Maar dan sommige van de heel, heel moderne dingen die dan nu in sommige van de musea staan, dan heb ik ook het idee van, nou, iedereen kan dat. Dus ik heb nog een weg af te leggen. Dat wat vind je van het surrealisme? Dat is een stroming die ik... Vind ik heel tof. Ja. En vooral ook je hebt de grafische kunst van het surrealisme, maar je hebt ook het geschreven surrealisme, wat in sommige landen, Frankrijk bijvoorbeeld, zeer, zeer aanwezig was. En dat zijn trouwens ook heel verzamelwaardige stukken van die je daar kan dan. Is dat inspiratie voor een toekomstige collectie? Ik heb een aantal van die kaartjes en van die dingen. Ja. Nee, echt pathologische verzamelaar, hoor. Dus je moet daarmee oppassen. Ja. Een van die boeken die gaat over de Duitse microbioloog Robert Koch. En die won in 1905, dacht ik dat het was, de Nobelprijs voor Geneeskunde. Is dat ook iets dat in jouw ambitie... Nee. Dan moet je een heel ander pad voor kiezen, voor een Nobelprijs te winnen. Dan moet je echt continu in het labo voor zitten. En heel veel geluk hebben. En vooral nog heel veel geluk voor hebben. En nee. Er zijn heel weinig mensen die Nobelprijzen winnen. Ja. Ja, waar ligt jouw ambitie dan precies? Wat is jouw... Als iemand zou vragen, wat is jouw bestaansreden? Niks, ik leef gewoon. Nee, dat is ook niet waar. Maar is dat nu een bestaansreden? Heel erg je best doen, dat wel. Ja. De dingen die ik doe, doe ik graag goed. Ben je een zelfverbeteraar? Ja, dat probeer ik toch wel. Ja. Of in ieder geval op bepaalde punten toch. Wat doe je dan vandaag bijvoorbeeld beter dan een jaar geleden? Mijn agendabeheer is veel beter nu dan een jaar geleden. Ja. En nu merk ik ook dat heel erg nodig is. Ja. Ben jij de man van time management? Het goochelen met tijd en tijdsloten en die dingen, dat wel. Ja. Ja, dat wil ik wel eens weten. Waar is Mark van Ranst niet goed in? Maar echt niet goed. Echt niet goed in. Orde. Alles wat orde en netheid is. Ik heb het gemerkt aan mijn aantal pogingen om u te contacteren. Wel. Dat is weer niet echt. Het is wel gelukt. Hè? Het is wel gelukt en daar draait het om. Voilà. Nee, maar bijvoorbeeld bij Zoom-vergaderingen, dan ben ik heel blij dat je die achtergrond kunt veranderen, bijvoorbeeld. Ja. Want mijn bureau is één grote rattennest. Mijn vriendin zou zeggen, chaos in je omgeving, chaos in je hoofd. Maar andere mensen denken dat dat chaos is. Maar terwijl, jij vraagt dat niet zo. Nee, voor mij is dat, ik vind dat gezellig. Ja. En ik weet alles ook wel terug te vinden. Maar dan voor anderen lijkt dat chaos en rommel. Orde binnen uw eigen chaos, heet dat. Ja, nee, veel orde. Dat moeten we ook niet overdrijven. Maar dat is zo'n beetje zoals archeologie.
wanneer ik ergens wil terugvinden van een bepaalde periode, dan moet je een bepaalde laag gaan graven. Dus, ja, waar komt jouw passie voor de virologie eigenlijk vandaan? Eigenlijk passie voor microbiologie. Het is begonnen met bacteriologie. Ja. En dan later virologie. Ook wel het feit dat met infectieziekten te maken heeft. Vertel. Wel, dat is een passie van in het begin ook wel. En het laboratorium, dat is nog altijd mijn biotoop. Ja. Ik had een klein labootje thuis als ik 13 jaar was. Ja, dat heb ik gelezen. En sindsdien heb ik me eigenlijk geen moment verveeld. Maar echt niet, hè. Echt niet. Oh, vind je daar dan zo leuk aan? Ik kan me daar bijna niks bij voorstellen. Jawel, het leuke is een proef kunnen inzetten. En met verwachting uitkijken naar de volgende ochtend om te kijken wat is er van gekomen. Dat is ook verslavend. En ook, het zit allemaal zo goed in elkaar. Mijn grootste speelgoed sindsdien was echt een microscoop. En de fascinatie voor hoe mooi alles in elkaar zit, dat is grenzeloos. Geef eens een concreet voorbeeld. Wat vind je echt iets dat heel mooi in elkaar steekt? Wanneer je naar gelijk welk slootje of beekje, wanneer je dat wat water uitneemt en je neemt een druppeltje, ligt dat onder een microscoop, dan zie je waarschijnlijk 50 levensvormen die je met bloot oog niet ziet. Maar die wel enorm mooi zijn, zit mooi in elkaar. Het werkt allemaal, dat leeft allemaal. En wanneer je een klein beetje er oog voor hebt, is nog echt mooi ook. Dus meer kinderen een microscoop zou geweldig zijn. Geef je dat ook aan je kinderen? Ja, natuurlijk wel. Ja, en dan... Je denkt altijd, en dat is een denkfout die iedereen maakt, denk ik, dat wat u interesseert, dat uw kinderen ook automatisch gaan interesseren. Nou, dat werkt natuurlijk maar matig. Ja. En daar moet je ook begrip voor hebben, hè? Daar ook respect voor hebben. Dus jouw passie voor microbiologie is niet zodanig groot dat je zegt van mijn kinderen moeten zo... Oh nee, hoe akelig zou dat zijn? Ja, maar pas op, dat bestaat, hè? Ja, nee, maar dat... Nee. Hoe ben jij jezelf echt zo tegengekomen vanaf je kindertijd tot nu? Dingen die jouw leven echt fundamenteel hebben veranderd? Ik zei dat ik persoonlijke vragen ging stellen. Ja. Nee. avontuur is er pas later bijgekomen. En wat was dan zo het kantelmoment? Een vriendin die berg beklom. En dan, ja, in die familie was het not done van geen berg weten beklimmen. Dus dan denk ik, dat gaan we ook doen. Waanzinnig plezant. Dus maar dat had een duwtje nodig, dat was heel duidelijk. Dus nu ben jij ook een bergbeklimmer? Ja, de laatste 11 jaar niet meer, maar dat heb ik met een passie gedaan. Ja. Zijn er ook bepaalde, want vaak in het leven moeten negatieve dingen gebeuren voordat je daar echt uit groeit en uit leert. Zijn er zo momenten geweest, als je daarop terugkijkt? De eerste periode dat ik naar de Verenigde Staten ging, dan dat was best wel eenzaam. In het begin, dat kom je eigenlijk wel tegen. Ben je het extraverte type? Nee. Absoluut niet. Dus dit alles, al die interviews en al die media-aandacht, is eigenlijk ook een beetje vermoeiend voor jou? Dat is vermoeiend, maar dat is ook nodig. Voor bepaalde dingen nuttig en nodig. En natuurlijk, wanneer je niet op tv wil komen, dan kom je niet op tv. Je kan altijd nee zeggen. Daar moet je ook niet flauw over doen. Na een tijd word je dat ook gewoon. Moest ik daar nog zenuwachtig voor worden, dan dat zou gruwelijk zijn. Dan zou ik het waarschijnlijk ook niet doen. Dus dat is ook een deel gewoonte. En het bekijken als deel van je job, dat helpt dan ook wel. Ja. Ja, want je zei dat ook in een interview. Ik heb nooit stress om op tv te komen, simpelweg omdat ik altijd de waarheid zeg. Ik ben niet de spreekbuis van iemand. Ja, ik hoef niks in te oefenen. Ja. Ja, dus ik hoef die vragen ook niet op voorhand te krijgen. Dat te stellen maar. En als ik het weet, dan zal ik antwoorden. Als ik niet weet, dan ga ik niet antwoorden. Of dan ga ik zeggen dat ik het niet weet. Maar ik moet daar niet over nadenken. Dan niet. Ja. Denk je dat je zo ergens niet gaat moeten... Ja, misschien een verkeerd woord, maar afkicken van alle belangstelling die je nu als persoon hebt gekregen met de coronacrisis? Nee. Ik heb dat al eens meegemaakt in 2009 met de Mexicaanse griep.
En toen werd mij die vraag ook gesteld. Dat was toen, wel 11 jaar geleden. Hè. Maar dat was dit gedeeld door 4 of 5. Ja, maar ook wel aanzienlijk qua media-aandacht en de manier waarop wat de mensen bezig hield. Maar daarna, ik heb daar totaal geen last van gehad. Dat, oké, je staat op het toneel en daarna niet meer. En dat is ook oké. Ja. Ik weet op voorhand dat ik me geen moment ga vervelen. Dus nee, niet echt. Die postzegels liggen al klaar. Goh, dat en veel andere dingen. Ja, wat dus nog? Dat, ja, nog saaier dan postzegels. Wat kan er nog saaier zijn? Ik weet het niet. Ik weet wel bijvoorbeeld dat ik en mijn vriendin en ik, wij gaan altijd heel vroeg slapen. En wij vinden dat echt fantastisch. Dus wij kunnen ook echt behoorlijk saai zijn. Het is niet een hobby, maar wij kunnen wel ook echt... Ja, dat zou wel gezond zijn ook. Ja. Nee, nog saaier was sigarenbandjes. Echt? Dat is nog saaier. Rook je? Totaal niet. Nee. Ik haat roken. En dat is ook weer iets van vroeger. Dat is de enige, bijna het emotionele werkwoord dat ik heb horen gebruiken, dat is ik haat roken. Wel, gewoon omdat als je in de kliniek hebt gewerkt, dan zie je de gevolgen daar wel van. Ja. Dus dan kan je nooit voorstander zijn van, maar bon. Maar de reden daarvoor is heel simpel. Ik had als kind, 5, 6 jaar of zoiets, bij mijn grootouders een kleine verzameling van sigarenbandjes. Er zullen misschien 100 geweest zijn of zo. Maar ik vond dat fantastisch. En die dingen, niemand verzamelt die nog. Nu, echt niemand. Of bijna niemand. En dus ja, ik heb een hele grote doos, vol. Waar ik dan ooit van denk van, och ja, als ik ooit op pensioen ben, dan ga ik dan een keer naar kijken. Mark, laatste vraag. Mm-hmm. Hoe zie jij de toekomst in binnen dit en 6 maanden? Dingen die echt, waar mensen echt aan gewend moeten raken in het nieuwe normaal, zoals ze dat wel eens noemen. Ik vind het een akelige term, het nieuwe normaal. Binnen een jaar dan gaan we de discussie gevoerd hebben over hoe gaan we vaccineren, wie gaan we vaccineren, met welk vaccin. Dat gaat nog een enorme heisa worden. Ja? Met voor- en tegenstanders en hoogoplopende emoties. Ik hoop dat we dan nog altijd geen handen geven. Ik denk dat we nog altijd wel mondmaskers in de supermarkten gaan dragen. Dus dat wordt een blijvertje tot dit weg is. Maar dit gaat ook wel weer weg. Daar ben ik ook wel zeker van. Wel, wanneer we een afdoende vaccin gaan hebben, dan gaan we dit een betere slag kunnen toebrengen dan we nu kunnen. En we gaan er ook aan gewoon worden. Griep komen we elk jaar tegen, dat zijn we gewoon. En we weten dat er elk jaar een paar honderd tot een paar duizend mensen sterven, ook in ons zorgcentra, aan griep. En dat staat ergens op pagina 8 helemaal onderaan, dat nieuws. Dus we zijn eraan gewoon geworden. Dus dat virus gaat niet veel veranderen. Niet op korte termijn. Op langere termijn gaat dit een verkoudheidsvirus worden. Gaat minder donker worden dan? Wel, ja, maar daar gaan we nog lang op moeten wachten. Wat veel vlugger gaat gaan, is hoe wij gaan veranderen. Hoe wij gewoon gewoon worden aan het virus en gaan leven met dit virus. En wat voorspel je daar? Bijvoorbeeld dat we dan nog meer gaan e-commerce doen en niet meer de... Oh, dat sowieso. Hè. Bijvoorbeeld telewerken, dat gaat blijven. Ja, dat gaan we blijven doen. Nochtans was het al afgenomen, het aantal thuiswerkers. Het is afgenomen, maar voor een heel groot deel gaat dat blijven. Nu zijn er een aantal mensen die op een duur moeten ze toch een keer naar kantoor om nieuwe potloden te gaan halen, of ik weet niet wat. Maar de kantoren gaan kleiner worden. De aparte kantoortjes voor rustig te kunnen werken, dat gaat verminderen. En het werk gaat dan een plek zijn waar we de mensen tegenkomen om te gaan brainstormen of te vergaderen samen en dingen te doen. En al de rest van de banale vergaderingen, die gaan we met Zoom, met Teams, met al die andere dingen die we nu hebben leren kennen doen. Ik vind het verschrikkelijk. Ik ben echt beu. Wel, we zijn dat beu, maar een deeltje gaat blijven. Ja, dat 3 na elkaar, dat is dodelijk. Ja. Maar dit is wel een oplossing voor een probleem. Er gaat minder gereisd worden. Het businessverkeer, dat gaat veel verminderen. Ja, veel meer van die dingen, die nu al maanden gebeuren tussen bedrijven internationaal via die elektronische weg, dat gaat blijven. Dat gaat nog performanter worden. Dat gaat in een verdere toekomst gaan met hologrammen en gelijk wat. Het gaat meer echt lijken.
Maar er gaat minder gereisd worden, of in ieder geval toch voor business. Dus de kantoren gaan kleiner worden. En ook wanneer we huizen bouwen of verbouwen, gaat er ook meer rekening mee worden gehouden dat iedereen een apart plekje heeft om ofwel te studeren via de computer, ofwel om die vergaderingen te houden. Zodanig dat we allemaal een cubicle gaan hebben waar we akoestisch van elkaar wat geïsoleerd zitten om te kunnen vergaderen. Een achtergrond hebben die enigszins sociaal acceptabel is. En geen rommeltje. Geen rommeltje, man. En dat gaan we meer zien dan vroeger. Ja. Oké. Ik ben in ieder geval heel optimistisch geworden door dit gesprek eigenlijk. En ook, ik kan me gerust gevoel naar Ibiza vertrekken. Geweldig, hè? Ja. Ja. Ik zal een kaartje sturen. Stuur een kaartje. En ja, blijf van de grote groepen weg daar. Ja. Want daar is Ibiza ook voor gekend. Dus, ik ga alles aan doen om lekker in mijn hotel aan het zwembad te blijven. Voilà, het is jullie gegund. Dank je wel, Mark. Dikke merci. Dank u. Het zit er weer al op. Volgende week krijg je een nieuw gesprek van TechMag te zien of te beluisteren met niemand minder dan Evi Grijaert. Tot volgende week!